Oosterend is het tweede grote dorp van Texel. Het dorp kenmerkt zich door de schilderachtige, nauwe straatjes met karakteristieke huizen. Mede door de pittoreske uitstraling is het dorp zeer geliefd bij Texelaar en toerist. Nog meer dan Oudeschild was Oosterend jarenlang het vissersdorp van Texel. De meeste scheepseigenaren woonden in Oosterend. Veel inwoners vonden destijds hun heil in het geloof. Er stonden maar liefst 7 kerken in het dorp. Dit maakt dat Oosterend ook wel het Jeruzalem van het noorden werd genoemd. Hedendaag zijn er daarvan nog 3 kerken in functie. Noordoostelijk van Oosterend ligt het gehucht Oost. Dit was ooit een dorp met een kerkje en een school. In deze omgeving liggen nog veel restanten van oude zee- en binnendijkjes. Ze vormen een monument van de eeuwenlange strijd tegen het water.